Waar heel veel andere merken en autoconcerns eigenlijk dit jaar pas echt op de markt kwamen met serieuze elektrische auto's, althans als eerste poging, begonnen Hyundai en Kia aan de volgende stap. En die volgende stap, dat werd niet zomaar een nieuw modelletje met een vergelijkbaar accupakketje met dat van de Niro of van de Kona Electric. Nee, het werd de volgende stap op het gebied van technologie. 800 volt technologie, ultrasnel laden en er dan ook nog eens even een hele flinke koets omheen. Deze twee jongens, dit zijn de meest besproken auto's van het afgelopen jaar. En in deze video nemen ze het tegen elkaar op. De Kia EV6 en de Hyundai Ioniq 5. Ik vertel je over de verschillen en welke jij wellicht moet kiezen. En dan zouden we natuurlijk kunnen gaan starten met het design van de auto. Kan ik ook een klein beetje doen, maar het blijft een kwestie van smaak. Welke auto jij mooier vindt, dat kan alleen jij bepalen. Daar ga ik niet aan beginnen. Wat we wel zien zijn een aantal verschillen. Het zijn auto's die in hetzelfde segment opereren. Het zijn best forse SUV's. Ze staan hoger op de poten, maar ze hebben allebei wel een ander karakter. De EV6, de EV6 van Kia, is misschien wat sportiever om te zien. Hij is wat stoerder, hij is misschien iets wulpser met zijn lijnenspel. Maar het is ook overduidelijk de meer coupé-achtige, met die schuin toelopende A-stijl bijvoorbeeld, die hem wat sportiever voorkomen geeft. De Ioniq 5 is echt een design statement en Hyundai grijpt met die Ioniq 5 terug op de Pony. Ja, dat was ook een design statement, misschien niet, maar het is wel mooi dat ze die heritage aangrijpen voor zo'n jong merk. De Ioniq 5 heeft dan ook een heel eigen karakter, is wat bulkier dan de EV6, misschien wat minder sportief, maar het is wel een auto die er ook absoluut mag wezen. Lopen we naar de achterkant van de auto's, dan zien we ook daar duidelijke verschillen. Ook hier is de EV6 iets sportiever gelijnd, loopt iets meer af aan de achterkant en heeft hele duidelijke aanwezige achteruitrijlichten. Loopt door van links naar rechts en het vormt ook één mooi geheel met die zilveren strip daaronder. Ik vind dat echt er heel fraai uitzien. Die Ioniq 5, hier zien we echt die pixel LED verlichting met die witte Ioniq 5 letters erin. Ziet er ook erg stoer uit. Maar het zijn echt twee totaal verschillende auto's op dat vlak. Het enige stukje dat wellicht matcht, dat zijn de spoilers die zijn voorzien van een inkeping om de luchtstroom beter te laten doorlopen. Gaan we iets objectiever te werk, dan kunnen we beter ook even een blik werpen in de kofferruimte. Het zijn grote SUV's, dus die hebben een grote kofferruimte. En bij de Ioniq betekent dit 527 liter en maximaal 1578 liter als we de bagageruimtevloer uit gaan breiden door de achterbankleuning neer te klappen. Wat wel een verschil is met de Kia, ik kan onder de vloer van de Ioniq 5 kan ik eigenlijk vrij weinig spulletjes kwijt. Buiten de spullen die hier al liggen. Dus we hebben hier links hebben een gevarensetje en hier rechts treffen we een netje aan en een tire mobility kit. Maar ik kan hier dus niet de laadkabel kwijt. Niet de thuislader, de 220 aansluiting, nog de mannekes aansluiting voor aan een openbare laadpaal. Deze liggen dus los op de bagageruimtevloer. Ja, eigenlijk te slingeren. Het is dat dit tasje vast zit met klittenband, dat het dus op zijn plek blijft. Maar dat is dus wel even een dingetje. Het volume mag dan standaard en ook zeker als we hem uitbreiden een stukje groter zijn. Dit maakt het in de dagelijkse praktijk misschien net iets minder praktisch. Kijken we naar de Kia, openen we daar de achterklep. Dan zien we in deze plus een inhoud van 480 liter. Maar je ziet vooral dat die mindere aantal liters zitten een beetje in de breedte. Hij lijkt wat smaller die opening. Maar ik beschik hier wel over ruimte onder de vloer waar ik dus de laadkabel op kan bergen. En dit vind ik in de praktijk heel erg prettig. Klappen we de achterbankleuning neer, dan wordt het verschil wel vrij groot met de Ioniq 5. Dat scheelt gewoon bijna 300 liter. Dat is best significant. En dat heeft uiteraard te maken met de meer aflopende daklijn van de EV6 tegen de wat meer vierkante ruimte van de Ioniq 5. Waar beide auto's wel heel sterk in zijn, dat is de ruimte op de achterbank. Want dit is gewoonweg fantastisch te noemen. Ioniq 5, moet je kijken hoe ik hier zit als een vorst. Ik heb heel veel beenruimte, heel veel hoofdruimte, heel veel leefruimte om me heen. Comfort in de vorm van uiteraard een middenarmsteun. Ik heb USB aansluitpunten. Wel een verschil met de Kia. Hier hebben we de standaard USB aansluitpunten. Bij de EV6 treffen we USB-C aan. Ik heb hier nog een opbergvakje.
Het enige dat misschien een beetje tekort schiet, dat is de ruimte onder de voorstoel waar ik mijn voeten niet al te goed kwijt kan. Wat wel heel sterk is van beide auto's, en het heeft uiteraard te maken met het platform waarop de auto's zijn gebouwd, het EGMP-platform. Ja, dat is de voetenruimte hier voor de derde passagier in het midden. Het platform is helemaal dedicated voor een EV en dat betekent dus dat er geen kardantunnel aanwezig is naar achteren, waardoor je dus een vlakke vloer krijgt. Heel erg fijn. Voor de rest luxe als achterbankverwarming ook aanwezig, evenals grote portiervakken in de deurpanelen. Stappen we aan boord van de Kia. Eveneens ongelooflijk veel beenruimte. Ik zit nu hier ook achter mijzelf. Ik meet 1,84 meter, zit altijd net iets verder naar achteren. Maar kijk eens even wat de ruimte hier aantreft. Ook de hoofdruimte is prima te noemen. Wel ietsje minder dan bij de IONIQ 5. We hebben hier een iets meer ovale vorm van het dak. Dus hier zit je misschien net iets sneller tegenaan. Maar als je gewoon normaal plaatsneemt op die achterbank en niet geforceerd rechtop gaat zitten, heb je daar totaal geen last van. Ook hier treffen we weer de vrij minimale ruimte onder de voorstoelen aan. En voor de rest een middenarmsteun uiteraard met bekerhouders. Achterbankverwarming in deze plusuitvoering. Wel kleinere opbergruimte in de achterportieren voor bijvoorbeeld de flesjes drinken of een zakje snoep. En de USB-aansluitingen tref je hier in de voorstoelen aan. Wel USB-C, dus dat is wel een verschil met de IONIQ 5. Ook hier een vlakke vloer. Dus ja, het zijn gewoon hele sterke punten van beide auto's. Hier tref je over het algemeen eigenlijk niet echt de verschillen aan. En jawel, de auto's zijn technisch identiek, maar Hyundai en Kia hebben dat wel heel erg goed weten te verhullen. Heel veel knopjes in het interieur zijn bijvoorbeeld niet hetzelfde, wat je wel zou verwachten. Maar sommige details verraden toch wel dat ze het een en ander met elkaar delen. Verschil, de laadklep, de aansluiting. De aansluiting is hetzelfde, beide rechtsachter. Maar bij de Kia zit die wat meer in de achterbumper verwerkt als het ware. Terwijl die bij de IONIQ wat meer aan de zijkant zit. Dus de aansluiting is hetzelfde, maar voor de rest gaat alles weer helemaal anders. Bij de Kia moet je bijvoorbeeld hier ergens drukken om het klepje te openen. Dan zie je dat je hier de CCS-aansluiting aantreft om te snel laden en je ziet een indicator hoe vol de accu is. Knopje drukken en het klepje gaat weer dicht. Super! Bij de IONIQ is dit ook het geval. Alleen, Hyundai heeft het net even iets slimmer gedaan door hier een pixel dingetje te verwerken in het klepje, waardoor je dus weet waar je moet drukken. Opent omhoog en dan zie je ook dat ze hier dat pixel design hebben toegepast. Wederom CCS-aansluiting en het close-knopje en dan gaat het weer dicht. Wat ik dan wel weer een grappig detail vind, is dat beide auto's ook andere sleutels hebben. Er zijn volgens mij maar genoeg concerns die gewoon de sleutels ook met elkaar delen. Niet bij Hyundai en Kia, maar de functies zijn anders. Bij de Kia kan je bijvoorbeeld wel op afstand met de sleutel alvast ervoor zorgen dat hij het contact inschakelt, dat de verwarming gaat werken. Kan ook via de app. Kan ook bij Hyundai, maar bij Hyundai heb je de mogelijkheid om ook het laadklepje te openen met de afstandsbediening. Auto staat nu aan, dus hij doet het nu niet, zal je altijd zien. Maar dat is wel even een fijn extraatje, dat je dat dus ook met de sleutel kan doen. Kan niet bij de Kia. Best wel een opvallend detail. Dat mag dan een klein detail zijn. Het interieurdesign verschilt wel enorm tussen de twee auto's. Stappen we aan boord van de EV6, dan zien we een chic en modern interieur dat is opgetrokken uit fraaie materialen en solide in elkaar is gezet. De brede middentunnel is voorzien van diverse schakelaars, evenals een versnellingsselector en aanraakgevoelige knoppen voor het inschakelen van de stoel- en stuurwielverwarming. De sfeer aan boord houdt een mooie balans tussen zakelijk en sportief. En de enige overeenkomst met concerngenoot IONIQ 5 zijn de twee grote schermen, waarvan het rechter exemplaar een touchscreen betreft. Was ik gedurende de persintroductie al niet enthousiast over de klimaatbediening, ook in de dagelijkse praktijk zorgde het voor wat ergernis. Zo dien je elke keer een extra handeling te doen voor het bedienen van de radio of juist het bijstellen van de temperatuur. Deze rijk uitgeruste plusuitvoering is daarnaast standaard uitgerust met het Meridian Premium Audiosysteem. Een 14 speakers en kanalen tellend audiosysteem van een merk dat in de auto-industrie hoog staat aangeschreven. Het Jaguar Land Rover concern past bijvoorbeeld toe en mijn verwachtingen waren dan ook hoog.
onterecht, zo blijkt. Want om heel eerlijk te zijn schiet het behoorlijk tekort. Het ontbreekt in zijn geheel aan kracht en ook de zuiverheid en dynamiek laat te wensen over. Opvallend is daarnaast het totale gebrek aan lage tonen en dat ondanks de implementatie van een subwoofer. Stappen we in de IONIQ 5, dan kan het contrast haast niet groter. Hyundai gooit het over een totaal andere boeg, waarbij met name het licht in het interieur direct opvalt. De IONIQ 5 heeft grotere glasoppervlakken en dat merk je. Verder is het dashboard een stuk cleaner, maar opgetrokken uit eveneens keurige materialen en zien we een lengte verschuifbare middentunnel. Een groot verschil met het vaste exemplaar in de EV6, maar wel heel praktisch. Met name de opbergruimte en de flexibiliteit in combinatie met de vlakke laadvloer is erg prettig. De twee schermen zijn hetzelfde als in de EV6, maar Hyundai gebruikt wel een makkelijkere bediening voor de klimaatinstellingen en het multimedia systeem. Aan de andere kant zitten de snelkoppelingen voor de stoel- en stuurwielverwarming dan wel weer verscholen in het multimedia systeem. In de IONIQ treffen we een audiosysteem aan, zonder labels van Bose, en ik moet eerlijk zijn, ondanks het feit dat ik beslist geen Bose-fan ben, klinkt dit systeem beter, zuiverder en krachtiger dan het Meridian-systeem in de Kia. Echt een opvallend verschil. Achter het stuur van de Kia EV6 merk je direct dat dit een wat meer dynamischere partner is van het stel. Die schuin toelopende A-stijl bijvoorbeeld draagt bij aan een coupé-achtig gevoel achter het stuur, terwijl je toch echt op pad bent met een forse, ruime SUV. De cockpit die wat meer om je heen is gebouwd draagt bij aan dat gevoel, evenals de zitpositie die misschien fractioneel lager is ten opzichte van de IONIQ 5. Maar het blijft niet alleen bij gevoel, want het zijn ook zeker de rij-eigenschappen die een tandje dynamischer zijn dan bij de IONIQ 5. De EV6 is beduidend de sportieveling van de twee. Hij is net even iets enthousiaster in zijn stuurinstallatie, net even iets enthousiaster in het onderstel en dat draagt bij dat dit de auto is die continu een klein beetje uit weet te dagen. Wel is het zo dat je de EV6 moet plaatsen in het rijtje van de Ford Mustang Mach-E en de Tesla Model Y. Het is echt een dynamisch ingestelde metgezel en dat betekent ook dat hij soms een beetje aan de straffe kant kan zijn. Op slecht wegdek wil hij echt wel een klein beetje stuiteren, drempels is hij ook vrij stug, maar het is wel mooi om te zien dat de Kia-engineers er goed op hebben gelet dat de wieltjes altijd aan de grond blijven en de koets stabiel. En dat betekent hoe hard je ook over een drempel gaat bijvoorbeeld, de koets blijft vlak, de wielen gaan op tijd weer naar beneden en dat draagt dan ook wel weer bij aan het comfort, omdat je geen geklapper krijgt uit het onderstel en de voetjes blijven aan de grond, met tot gevolg dat het ook heel erg veilig blijft. Enkel op heel erg slecht wegdek of bij lagere snelheid in stedelijk gebied kan hij soms net even iets te stug naar mijn zin zijn en dan slaat hij wat meer door richting de Ford Mustang Mach-E dan naar de Tesla Model Y die dan misschien net even iets meer comfort kan bieden. Op de snelweg is het wel een fijne, comfortabele, stabiele auto met een mooie rust in het onderstel, al is hij wel echt ook daar beduidend straffer afgeveerd dan de IONIQ 5. En nee, de sportiviteit is echt niet alleen gevoel en een setje sportieve dempers rondom. Maar ik weet van de persintroductie in Spanje op de mooiste wegen die er zijn, een stevige bergpas met heel veel bochten, die EV6 heeft een fenomenaal onderstel. Dat EGMP-platform van de Hyundai Kia Groep is gewoon fantastisch te noemen. En dat die EV6 ook net even iets sportiever is dan de IONIQ 5, dat merk je ook aan de listigheid van het onderstel. En de listigheid, dat bedoel ik eigenlijk alleen maar puur positief. Want waar die IONIQ 5 in soms wat gladdere weersomstandigheden, laten we zeggen regen of een wat gladder stukje asfalt, al best wel eens kan verrassen met een klein dotje overstuur, de EV6 gaat daar nog vrolijk overheen. Het is ook echt gewoon een driftauto als je een beetje je best doet. ESP uitschakelen, hij schakelt dan ook echt alles uit en geeft je alle vrijheid en je krijgt een grijns van oor tot oor. Ja, dit is absoluut de auto die je wat meer betrekt bij het rijden als het ware, hij daagt wat meer uit. Maar aan de andere kant is het ook zeker de auto die net wat minder rijcomfort en rust kan bieden. Achter het stuur van de Hyundai IONIQ 5 merk je echt dat je aan boord bent gestapt van een comfortabele SUV. Met daarbij horend een comfortabele, overzichtelijke en net iets op de box zitpositie ten opzichte van de Kia EV6. Het is echt een zitpositie die
past bij die auto. En ja, ik vergelijk het misschien een beetje met de zitpositie achter het stuur van een Range Rover. Het is een tikkeltje decadent. Je voelt je echt een beetje verheven boven de rest, verheven boven het interieur. Maar desalniettemin is het toch ook wel een zitpositie die heel comfortabel is. Het stuurwiel is riant verstelbaar in de hoogte, in de lengte en de stoelen zitten werkelijk waar fenomenaal. Ook deze zijn uitgebreid verstelbaar, ook zeker in deze luxe lounge versie waar je zelfs geniet van ondersteuning voor de onderbenen. Vergelijk ik ze met de stoelen van de EV6, dan vind ik ze ook net even iets beter gevormd. Met name de rugleuning, de aansluiting op de schouders en het zitvlak is net even iets beter voor elkaar. De stoelen van de EV6 zijn net even iets harder, maar ook minder ondersteunend wat mij betreft. Ondanks dat ik nu in de meest complete versie van de IONIQ 5 rijd, vergelijk ik de EV6 die ik heb getest, de achterwiel aangedreven variant met het grootste accupakket, ook met een vergelijkbare IONIQ 5 die ik eerder dit jaar heb gereden. De IONIQ 5 achterwielaandrijving voorzien van het 73 kWh grote accupakket. Ten opzichte van de EV6 beschikt die auto over een iets minder sterke elektromotor en dat merk je ook. In de EV6 is die net even wat feller, terwijl die in deze IONIQ 5 misschien net even iets comfortabeler presteert, maar desalniettemin nog steeds heel adequaat. Het is een vlotte auto. Voor wat betreft het rijden is de IONIQ 5 een hele comfortabele en fijne metgezel. De auto wordt standaard geleverd op 19-inch lichtmetalen velgen, maar zelfs in combinatie met deze 20-inch lichtmetalen velgen blijft het een hele comfortabele auto op alle momenten. Oké, de korte oneffenheden kunnen soms net even iets harder doorkomen, maar storen doet het nooit. Hij is ook beduidend comfortabeler afgeveerd dan de Kia EV6, maar ik moet eerlijk zijn, ik vind hem minstens zo sportief als je er echt voor gaat. De EV6 die nodigt misschien wat meer uit, ook de IONIQ 5 heeft heel wat in zijn mars. En dat heeft gewoon te maken met dat mooie EGMP platform waar beide auto's op zijn gebouwd. Bij de IONIQ 5 hebben ze echter duidelijk gekozen voor een wat meer comfortabele setting met een sportief randje als het moet. In tegenstelling tot de Kia EV6 die je wat meer uitnodigt, continu. Wat wel opvalt, de IONIQ 5 lijkt net even iets stiller te zijn dan de EV6, al zijn het beide beslist geen herrieschoppers. Het zijn goed geïsoleerde auto's voor wat betreft de cabine en ook het afrolgeluid, maar de IONIQ 5 lijkt net een fractie stiller te zijn. Ook op hogere snelheid. Een ander detail waar de IONIQ 5 zich mee onderscheidt ten opzichte van de EV6, die is toch echt een stukje sportiever, ook zeker voor wat betreft het lijnenspel, het overzicht rondom de carrosserie. De IONIQ 5 heeft minder dode hoeken, grotere ruitoppervlakken en met name de A-stijl, daar heb je absoluut geen last van. Dit is bij de EV6 wel anders. Ook het zicht naar achteren is hier een stuk beter te noemen, al mis ik wel in beide auto's een achterruitenwisser. Die ontbreekt. Zowel de Kia EV6 als de Hyundai IONIQ 5 staan momenteel eigenlijk eenzaam aan de top als het gaat om de auto aan zich en de techniek. Toch zijn ze niet helemaal foutloos. Zo is het nog niet mogelijk om de auto een roadtrip via snelladers uit te laten stippelen en hebben ze gedurende koudere weersomstandigheden best wel wat last van cold gate. Dat betekent dat de maximale laadsnelheid niet altijd wordt gerealiseerd. Ook na een rit van pakweg 300 km heeft de techniek echt even nodig om het accupakket op temperatuur te brengen, met tot gevolg dat de laadsnelheid een stuk lager is dan de beloofde hoge piek van dik 225 kW. Desalniettemin is deze laadsnelheid dan nog steeds een stuk hoger dan elke andere EV in deze klasse en ook helemaal naarmate de accu verder is opgeladen. Navraag bij de importeur brengt wel een voorzichtige oplossing. Zo zou er een update aan zitten te komen voor het navigatiesysteem dat rekening gaat houden met de oplaadstatus van de accu en hierop ook de route aanpast via snelladers van bijvoorbeeld het Ionity-netwerk waar ook het Hyundai Kia concern bij aan is gesloten. Ook zou dan de accu op voorhand op temperatuur worden gebracht, net als bij Tesla het geval is en sinds kort ook bij Polestar en Volvo. Kijken we naar de prijslijst, dan zijn de auto's goed vergelijkbaar, zij het dat de instapprijs van de IONIQ een stuk lager is, zeker die van het grote accupakket. Wel is het zo dat de twee instapversies van de IONIQ 5, evenals het kleine accupakket van 58 kWh, niet zijn voorzien van een warmtepompinstallatie, evenals batterijverwarming. Een must wat mij betreft, maar bij de Style & Connect uitvoering betaal je daar 1200 euro extra voor.
De EV6 heeft deze vanaf het grote accupakket wel standaard aan boord, al is de aanschafprijs dan ook hoger. Dat is dus om het even. Een EV6 in plus uitvoering en een IONIQ 5 Connect met warmtepomp zijn dan ook goed vergelijkbaar. Beide auto's zijn dan riant uitgerust met uiteraard de 800 volt techniek, een 3-fase boordlader, alle veiligheidssystemen, LED koplampen en level 2 autonome technologie. Ook mogen ze 1600 kilo trekken en hebben ze een kogeldruk van 100 kilo. Ook beschikken ze over een V2L aansluiting waarmee je stroom terug aan huis of iets anders kan leveren. Verschillen zijn er ook als stoelventilatie in het geval van de Kia, evenals een vegan lederen interieur. De IONIQ 5 heeft een met half leder bekleed interieur, stoelverwarming, maar op zijn beurt wel geavanceerdere autonome technologie en een head-up display met augmented reality. En ja, je had het misschien al op kunnen maken uit de video, maar kiezen tussen deze twee is simpelweg een kwestie van smaak. Voor wat betreft het design, maar ook zeker de rijkwaliteiten. Voor elk ontwerp, elke setting en elk detail valt iets te zeggen en dat maakt een keuze door mij voor jullie simpelweg onmogelijk. Dit zijn in deze klasse echte absolute toppers met ieder een eigen karakter. Auto's die ook echt aan het denken moeten gaan zetten, want voor de prijs van een nieuwe Sportage of een Tucson stap je namelijk ook in een van deze twee topstukken.